ABOP-fractieleider Obed Kanapé heeft in het parlement gisteren aangegeven dat hij de uitspraak van het constitutioneel hof nog steeds oneerlijk vindt. De matagi de ma in het Oukans, de matagi isende samahasani, ifutubo mayachako. Hetgeen betekent, je hebt een boodschapper meegestuurd met je boodschap. Je hebt zelf de energie niet meer verspild, maar die tevredenheid of het gevoel, die uitvoering zal nimmer naar tevredenheid zijn. Of naar je wens zijn. Dat was het puur. Voor Sipaliwini, voor Brokopondo, voor ons in het binnenland. We kozen onze vertegenwoordigers, zijn van andere gebieden. De boodschapper gaat met onze boodschap naar Paramaribo. Maar als we die snelheid van de ontwikkeling van de kustvlakte moeten vergelijken met die snelheid van de ontwikkeling in de gebieden waar wij zo de boodschapper mee stuurden. De aboskopumang nooit in het charaboskopu lek van Ailibi in wie. Totdat mensen met de affiniteiten van deze gemeenschappen deel zijn geworden van de politieke macht van dit land, zijn die bewegingen tot stand gekomen. Zijn onderwijzerswoningen opgezet. Zijn logeergebouwen opgezet. Zijn scholen opgezet. De Afobakaweg geasfalteerd. De Oost-West-verbinding naar Albina geasfalteerd. Omdat mensen, burgers met affiniteit van deze gebieden deelgenoot waren van het machtscentrum van dit land. Waar de beslissingen worden genomen. Om te kunnen beïnvloeden die wil, die politieke wil van het land. Mevrouw de voorzitter, daarom vind ik de uitspraak van het constitutioneel hof oneerlijk. Tot op de dag van vandaag. Omdat uiteindelijk zij die de uitspraak deden, Surinamers zijn. Maar ook niet hebben kunnen putten uit dat gevoel van Suriname wordt niet ervaren als hoe zij Suriname ervaren. Zoals zij het in het binnenland ervaren. Zoals wij Surinamers zijn ervaren in Sipaliwini, in Brokopondo, in Marowijne, in Para, in Komowé. Zoals wij het ervaren, zo ervaren de Surinamer in Paramaribo Suriname niet. Zelf uitspraken van een hof als deze, zou dat in consideratie moeten nemen. Want wat er is en je breekt, wat je in de plaats daarvan moet brengen, moet tenminste kunnen vervangen wat er was. Mevrouw de voorzitter, dat traject van die politieke bewustzijn naar vandaag 2023 is een erg lange weg. En dan komen we op het punt dat de uitspraak is gedaan en wij over moeten gaan tot het besluiten wat het wordt. Principieel vanuit de ABOP-PL-fractie staan wij nog steeds achter het districtenstelsel zoals het er was. Niet omdat het politieke voordelen heeft, maar het garandeert dat marginale groeperingen of gemeenschappen die niet vertegenwoordigd zouden zijn op nationaal niveau, want op regionaal niveau kunnen we niet rekenen op die plannen die goedgekeurd worden en nooit worden uitgevoerd of nooit middelen krijgen. Dan heb ik het dan over de districtscommissariaten. En in het nieuwe geval moeten districtscommissariaten nu projecten indienen bij verschillende bureaus die er bestaan. Mevrouw de voorzitter,
Ik hoop dat hier in uw parlement we dat gevoel of dat billijkheidsgevoel een rechtvaardigheidsgevoel, welke ik heb gemist bij die uitspraak van het constitutioneel hof, dat we in uw parlement hier bij de verschillende fracties we dat wel kunnen zien bij straks hetgeen ik als voorstel zal doen. Het gaat niet om Obed Kanapé. Als Toeru die wans mij is doen, ja, doe mij ook toe. Het is een tijdelijk zitplaats. Doe het niet voor mij. Want waar die Surinamer ook is, of woont of leeft, en we geven aan one man, one vote, one value. Als ik u zeg, de verkiezingen van 2020 zijn burgers in gevaar, hebben burgers hun leven in gevaar moeten plaatsen. Om voor 5 seconden hun democratisch recht, hun plicht volgens de grondwet uit te voeren. Ik heb zelf in die boot gezeten. En bijna aan de botosungu. Maar het is een Surinamer die gepassioneerd is om het recht dat hem toekomt om te mogen bepalen wie hem of haar vertegenwoordigt. A passie dat ama egoina boto, a vrouw egoina boto, a bere vrouw egoina boto. Ik heb zelf een geval gehad van miskraam na de verkiezingen. Mikre. Omdat dat standaard God op mening. Alleen één Surinamer die een stem moet uitbrengen, moet kilometers varen over zoveel stroomversnellingen. Om voor 5 seconden dat gevoel te ervaren. Mijn stem. Mevrouw de voorzitter. En wanneer ik hier presenteer. Dat die burger. Want die burger leeft in Paramaribo of elders. Maar wil het adres misschien niet. Die verhuizen niet plegen. Vanwege zoveel andere redenen. Vanwege sociale ongelijkheid. Sociale ongelijkheid in de zin van geneeskunde. Want wanneer de burger in het binnenland leeft of woont, ama SZF of ama Salina via medische centrum am zitting. Wanneer die verhuist naar Paramaribo of Wanica, RGD. Toen Wanica reed dan naar MMC. No? Gezondheidszorg, verschillende gebieden, verschillende behandeling. Maar ook ten aanzien van die sociale uitkeringen. Want als je adres verplaatst naar een ander, dan moet je alle andere documenten van jou als burger gaan aanpassen. Alleen om die stem te kunnen uitbrengen. Daarom blijven een heleboel van de burgers in Paramaribo of in het kustgebied tijdens de verkiezingen. Want dan mag die concentreren zodanig dat je alle de voordelen die vindt. Ja. Wroko dit jaar, scoren dit jaar, hij scoren dit jaar, alles is hier. Dat is sociale ongelijkheid gecreëerd door verschillende regeringen die we hebben gehad. Die gekozen zijn door leden van het parlement. Mevrouw de voorzitter. Dat wanneer we presenteren. Dat het mogelijk moet zijn voor een burger, een persoon. Die woont. Volgens CBB het adres heeft. In Sipaliwini, in Borkopondo. Om bij een voorafgaande registratie voor de vaststelling van. De kiezerslijst, de definitieve kiezerslijst, dat die burger zijn of haar stem kan uitbrengen in Paramaribo of in Wanica, want je weet het vooraf waar hij of zij zich bevindt.
Dus dan ook je drukt toekarta. Je drukt wankarta. En je overhandigt het aan die burger om daar te stemmen. Of hij of zij haalt het op bij een desbetreffende districtscommissariaat. Hoeveel organisatie kost het om dat te bewerkstelligen? Hoeveel organisatie kost het? Als de locatie bekend is, de tijd bekend is waarop de persoon daar moet zijn om te stemmen, hoe is het niet te controleren als je van tevoren weet hoeveel burgers geregistreerd hebben om de stem uit te brengen op een andere stembureau dan de aangewezen stembureau?